We zijn in Park Lengezegen op het evenemententerrein. En daar is een tijdelijk kunstwerk wordt daar gemaakt. En het heet de Colorfield Performance. En het wordt gemaakt door zo'n 450 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De kunstenaars die het verste hier vandaan komen, komen uit Nieuw-Zeeland. Het zegt iets over de uniciteit van dit project. Heel veel kunstenaars kunnen nooit meedoen met een internationaal project. En hier kan dat wel bij. Omdat door een hele hoop kunstenaars in totaal kunstwerk wordt gemaakt, ook van een landaardproject. Een landaardproject, het verhoudt zich op een bepaalde manier tot het landschap. En hier kunnen de kunstenaars gewoon een individuele invulling geven, wat vanuit hunzelf komt. De enige restrictie is dat ze niet met zwart mogen werken en de schilderij moet in één dag klaar. De kunstenaars hebben het erg naar hun zin. Ja, geweldig. We hebben perfect weer. We hebben 2 dagen heel mooi weer hier, dus... Ja, dat draagt natuurlijk bij aan de ervaring. Lekker in de buitenlucht, zo vaak komt dat natuurlijk niet voor. Meestal als kunstenaar ben je toch binnen huis aan het werk, in je atelier, in je eentje. En hier ben je natuurlijk niet alleen, maar met 8 verschillende kunstenaars. Heel veel vrijwilligers die meedoen met het project. Dus tussendoor, als je even een pauze neemt, heb je altijd even iemand om mee te kletsen. Ja, je kunt natuurlijk lekker buiten werken, je bent met anderen. En het is in de buurt, dat vond ik ook bijzonder. Een kunst, hoe noem je dat, kunstmanifestatie. Ja, bij mij in de buurt, in mijn omgeving. Zoveel verschillende kunstwerken bij elkaar is natuurlijk veel werk. Maar het eindresultaat is dan wel heel bijzonder. Het einddoel hiervan is dat er, als je op een verhoging gaat staan, achter jou staat een steiger. En je gaat bijvoorbeeld op 21 juni kijken dat die schilderijen dicht bij elkaar staan, daar experimenteren we mee, gaan interfereren. Dat wil zeggen dat jij met je ogen niet meer soms kan zien of het blauw of groen of rood is. Dat vloeit in elkaar over. In 2021 was de Colorfield Performance ook al in Elst. Dat was toen een heel groot succes, vandaar dat ze weer zijn teruggekeerd. Het is een project dat zo erg geslaagd is dat we op allerlei plekken in de wereld terecht kunnen. Er wordt nu gekeken in Zuid-Afrika of we in Kaapstad een project kunnen maken. We hadden een Keulen gekund, we zijn met Berlijn bezig. We kunnen alle kanten op.